Maar de grote vraag is hoe. De kinderopvangtoeslag zorgde voor een van de grootste politieke schandalen in de recente geschiedenis. En bezorgt menig ouder nog altijd slapeloze nachten. Ja, meneer Van Dijk, de Tweede Kamer, die gaat vandaag hier over in conclave. Hè. Wat moeten ze hier nou mee met die kinderopvangtoeslag? Want het systeem is supercomplex, dat zei u net ook al. Maar wat maakt het nou zo complex? Nou, wat de kinderopvangtoeslag in het bijzonder zo complex maakt, is dat de hoogte van die toeslag van heel erg veel dingen afhangt. Mm-hmm. Het hangt af van hoeveel jij verdient, hoeveel je partner verdient, hoeveel kinderen je hebt, hoeveel die naar de opvang gaat, of je werkt. Al die factoren maken het best wel ingewikkeld om goed in te schatten op hoeveel recht je hebt en om het aan te vragen. Die gaan allemaal in een heel complex computersysteem en daar komt dan iets uitgerold. Ja. En daarmee is het dan ook nog zo dat jij als ouder daar verantwoordelijk voor bent. Dus de bal ligt helemaal bij jou. Ja, hoe die data wordt ingevoerd, bedoelt u, hè? Dat je die aanvraag goed doet, dat je al die informatie hebt. Ja. En dan wordt er wel nog gecontroleerd bij de opvang hoeveel uren je kind geweest is. Maar jij bent daar verantwoordelijk voor en dat geeft gewoon risico's. Ja, en dus één fout cijfertje kan al fatale, kan desastreuze gevolgen hebben. Kan een grote gevolg hebben, ja. Ja, inderdaad. En zelden was de Kamer zo eensgezind dat hier iets aan moet veranderen. Maar toch blijkt het heel erg lastig om voor elkaar te krijgen. Ja, en dat heeft te maken onder andere met dat het wel echt om heel veel geld gaat. Mm. De kinderopvangtoeslag, daar gaan vele miljarden in om. En als je dat onafhankelijk wil maken van bijvoorbeeld het inkomen, dan moet er nog een stuk geld bij. En dan is wel natuurlijk de vraag, is dat nou goed besteed geld? En aan wie ga je dat geld dan geven? En daar is veel discussie over. Ja, precies. Volgens minister Karien van Gennep is de langetermijnoplossing aan een nieuw kabinet. Maar dat kan misschien nog wel even duren. Ja. Wat moet er volgens u nu al gelijk gebeuren? Een belangrijke uitdaging bij het kinderopvangtoeslag is de zogenaamde arbeidseis. Dat houdt in dat je kunt alleen maar gebruik maken van de goedkope kinderopvang of die toeslag als beide ouders werken. En dat heeft eigenlijk twee grote nadelen. Ten eerste is het zo dat kinderen die vaak het meeste baat hebben bij de kinderopvang zijn vaak kinderen die in ieder geval één ouder hebben die niet werken. Want dat zijn vaak mensen, dat noem je dan een wat lagere sociaal-economische status. Ja. En die kinderen wil je juist naar de kinderopvang hebben. En die hebben zodat die toch ze niet werken. Ja. Precies, zodat ja. ze. En ook voor die kinderen zelf. Zodat die kinderen. Dat is goed voor hun ontwikkeling. Vaak gaan ze daardoor naar een hogere opleiding toe. Mm-hmm. Gaan ze. Het allemaal voordelen voor die kinderen. Ja, dus het is ook een soort van investering in de toekomst. Precies, precies. Mm-hmm. En juist die kinderen ontneem je met zo'n arbeidseis. En het andere is, de arbeidseis is zogenaamd alles of niets criterium. Dus dat betekent dat als op een gegeven moment blij dat je daar niet aan voldeed, dan moet je alles terugbetalen. En dat zijn eigenlijk de heftigste regels om te hebben. En daar moet je dan eigenlijk Eigenlijk dus ook al voor de kwetsbare groepen. Ja. Dus u zegt, dat moet als eerste van tafel. Ja. Ik heb zelf geen kinderen, dus ik heb nooit zo'n formulier hoeven in te vullen. Mevrouw Lamp, u heeft 4 kinderen. Ja, klopt. Ben je zo'n toeslag aangevraagd? Nee, nooit. Altijd gewoon zelf. Was er altijd eentje thuis of we hadden zelf opvang. Ja. Maar ik hoorde inderdaad van veel mensen dat het ontzettend complex is. Dit is één stap wat er moet gebeuren. Wat zou de volgende stap moeten zijn? Nou, verder voor mij zit in het plan van het kabinet een goede stap. Ze willen die aanspraak op de kinderopvangtoeslag willen ze verruimen. Dat betekent in ieder geval dat mensen recht krijgen op meer toeslag. En in ieder geval dat de groep mensen die hoge toeslag krijgt, dat die groter wordt. Mm-hmm. En ik denk dat dat een hele goede stap is. Want dat voorkomt ook weer een deel van die terugvorderingen. Alleen, het grote vraag is, moet je nou ook de mensen met de allerhoogste inkomens, moet je die nou ook hele goedkope kinderopvang geven? Mm-hmm. Want de vraag is, hoeveel gaan die mensen daar nou extra door werken? En is dat nou goed besteed geld? En kun je dan niet beter dat geld inrichten op andere manieren, of om meer mensen aan het werk te krijgen, of om meer de kwetsbare kinderen te helpen? Ja, precies. Want waar ligt die grens dan ook? Hè? Wanneer verdien je genoeg? Ja, dus het voorstel is nu van, iedereen, maakt niet uit hoeveel je verdient, je krijgt het altijd. En dat maakt het wel een stuk eenvoudiger. Dus daar in die zin is er een hoop voor te zeggen. Maar op een gegeven moment dan doen die hoge terugvorderingen, die zijn natuurlijk vooral heel pijnlijk voor mensen die wat minder verdienen. Dus op het moment als je Van Gennep schrijft in een brief van, als een gezin samen meer dan 80.000 euro per jaar verdient, kun je wel afvragen van, kun je daar dan niet iets grotere eigen betaling vragen? Mm-hmm. Zonder dat het een hele grote gevolg heeft. Ja, mevrouw Van Torenburg, u heeft aan menig wetten gesleuteld. Hè? Als politica klinken deze oplossingen goed? Ik heb altijd geworsteld met de gedachte dat de toeslag inderdaad naar die ouders gaat met enorme belasting. Ik heb het zelf wel gehad en dan wil je het goed doen, maar het is best complex.
En mijn idee is altijd, waarom financieren we niet gewoon de kinderopvang en laten we ouders een eigen bijdrage betalen? Ja. En stoppen met al die toeslaggekkigheid. Ja, dat is wat minister Van Gennep ook voorstelt. Precies, want het is zo onrustig voor mensen om dat te doen. En bovendien is er ook heel veel zwart geld gaat erin om. Mm-hmm. Er is veel criminaliteit, er zijn veel valse facturen. Zou dat dus een oplossing zijn? Ja, zo kunnen. Ja, dus ik denk inderdaad dat het heel erg kan helpen als je gewoon rechtstreeks de kinderopvang gaat betalen. Ja. En dan moet je dus wel van die complexerende factoren als zo'n arbeidseis moet je wel af. Van ja, dat kan een kinderopvang niet gaan controleren. Nee, exact. Oké. Okay. Bedankt voor nu. We gaan er straks verder over praten. En straks vraag ik